Ik denk niet dat ik weet wat ik ga doen. Ik zou misschien wel kunnen logeren bij vrienden, maar ja, ik kom gewoon op straat staan. Joshua Finn moet namelijk per 1 mei zijn huis op de Tweelingstraat uit. Zijn nieuw contract is net als dat van tientallen anderen in deze flat in Sterrenburg de afgelopen jaren stilzwijgend verlengd, maar dat is nu voorbij. 3 jaar, 4 jaar geleden ben ik hier gaan wonen met het contract van 1 jaar. En ze gingen slopen, waar ik overigens geen probleem mee had en ook vrede mee had. En toen ging 1 jaar voorbij, toen hoorden we niks. Geen verlenging van contract, maar ook niet dat we eruit moesten. Toen ging nog 1 jaar voorbij, het is nog steeds hetzelfde. En daarna hebben ze laten weten dat ze met renovatie bezig zouden gaan. En toen dachten we, oké, dan kunnen we blijven, wat fijn. Maar dat bleek dus ook niet zo te zijn. Dan hebben we vorig jaar in november gehoord dat we eruit moeten. De woningen krijgen tijdens de renovatie onder andere dubbele beglazing, een nieuwe keuken, badkamer en gijzer. Daarna moeten de flats worden verhuurd aan andere bewoners. De woningen gaan ze renoveren en dan gaan ze die geven aan mensen die urgentie hebben bij het rivieren. Wat een beetje raar is, want sommige van de mensen die hier wonen, die hebben ook een urgentieverklaring. Dus dan verplaatst een beetje het probleem. Zodra het bericht in november kwam, hebben de bewoners gezamenlijk een bezwaarbrief naar het rivieren gestuurd. Een gesprek naar aanleiding daarvan liep op niets uit en dus hebben de bewoners een advocaat in de arm genomen. Omdat wij niet verder kwamen met rivieren en wij bepaalde dingen zelf hebben opgezocht op internet, kwamen we erachter dat wij eigenlijk toch wel recht hadden op huurbescherming. En dat hebben we met dat idee zijn we naar een advocaat gestapt en die gaf inderdaad aan van ja, jongens, dit kan eigenlijk niet wat rivieren doet. Dus die heeft onze zaak aangenomen en we worden voor de dagvaarding of de rechter geslepen door het rivieren. Wanneer dat kort geding plaatsvindt, is nog niet bekend. Trivier is ondertussen voor RTV Dordrecht onbereikbaar voor commentaar. De tijd dringt voor Joshua en de andere bewoners, want op straat komen te staan is al niks. Maar tijdens de coronacrisis helemaal uitzichtloos. Dat vind ik wel een beetje raar, dat ze mensen op straat zetten in deze slechte tijd eigenlijk. Op het moment dat ik op straat kom, en niet alleen ik, maar ook andere mensen, dan zijn we best wel kwetsbaar voor het coronavirus zelf. En het gaat niet alleen om jongere mensen, maar ook wat oudere mensen die ze in 1 keer op straat zetten. Ik vind het ook een beetje raar dat ze nog niet iets van hunzelf hebben laten weten over de zaak. Omdat het is de Woonbond coöperatie die heeft gezegd ook dat ze die uitzetting juist niet willen plaats laten vinden. Maar dat heeft rivieren geen gehoor aangegeven.